Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben we een iets andere video dan normaal. Vandaag gaan we een andere video maken. Een soort verzamelvideo, om het zo maar te noemen. En wat ik bedoel met verzamelvideo is een video die een beetje wat vertelt over deze ruimte. En die wat meer laat zien over de ruimte waar we nu in staan. Zoals je al hebt gemerkt, we zijn bij Total Strength zijn we aan het uitbreiden. We hebben een gigantisch grote ruimte erbij gehuurd. En in plaats van jullie stap voor stap te laten zien, want we gaan nu de vloer doen, we gaan nu de wand bouwen, noem maar op, wil ik het een beetje verzamelen in één video. Want anders blijven we vloggen, tenzij jullie dat leuk vinden natuurlijk, daar maak ik aparte video's van. Maar anders blijven we vloggen en zo kan het één grote update vlog worden over deze nieuwe ruimte. Muren, dat is het eerste wat we nodig hebben. Hier en hier een muur, dat is op dit moment het belangrijkste. Het twee na belangrijkste ding op de muren na is de vloer. Zoals jullie zien missen we hier nog allemaal stukjes. Dat komt omdat ik al die tegels stuk voor stuk allemaal moet gaan zagen. En dat komt vanzelf goed, maar rubberzagen is heel vervelend, dus dat ga ik op één dag doen. Hier komen de squatrekken op te staan. Met nog een mooie plaat hout, zoals jullie daar zien. Zodat het er een beetje netjes uitziet. En natuurlijk moet ik daar omheen allemaal stukjes gaan zagen. Dit doosje is ook belangrijk. Best wel belangrijk eigenlijk. Kijk. Dit noemen wij... Huppakee, klik aan, klik uit, schakelaars. Dat zijn een soort van stopcontacten. En daar kan ik dus de waaiers aan en uit mee gaan zetten. Die er overigens nog niet zijn. Kijk, dit is een klik aan, klik uit schakelaar. On, on, on. En dan zien we dat mijn waaiers gaan draaien. Fantastisch! Die moeten we dus ook in een andere locatie opgehangen. Dan hebben we nog, zoals jullie uit de vorige vlogs hebben gezien, het welbekende bankje. En die moet er ongeveer zo uit gaan zien. Dan hebben we als laatste nog deze drie dozen. Dat zijn twee fitnessbankjes en een doos waarvan ik niet weet wat het is, want ik heb zoveel spullen besteld dat ik het oprecht gewoon niet meer weet. Heel deze vlog, behoorlijk intro, wordt dus een verzamelvlog. We hebben dus een aantal dingen. De muur, de vloer, het fitnessbankje en de waaiers en dus het overige materiaal. Wat we allemaal de komende periode in elkaar moeten gaan zetten. Ik heb geen flauw idee hoe ik deze vlog ga maken. Ik heb er niet over nagedacht. Dus misschien is het volgende beeld dat een heel groot deel van deze vlog of van deze ruimte al af is gebouwd. Maar ik ga gewoon lekker beginnen en ik praat jullie door de video heen. Dat is waar ook. Mijn farmers. Dit zijn mijn farmer handles die ik had besteld. Nu weet ik het weer. Huppakee. Die gaan we eens even uitpakken, eens kijken of het wat is. We zijn inmiddels een paar dagen verder en er is het een en ander gebeurd. Onder andere hebben we die binnengekregen, een barbell holder. Ik heb gekozen deze keer voor een rechtopstaande bar holder. Zoals jullie zien, in plaats van een gun rack, omdat dit iets minder ruimte in beslag neemt. Het bankje staat inmiddels ook in elkaar. Als we naar de andere kant van de zaal kijken, hebben we hier farmer walks inmiddels uitgepakt. Mijn gewicht... opslagrek, die is helaas niet compleet. Ze hebben een foutje gemaakt bij de levering. Plus die pinnen die er aan de zijkant moeten. Die zijn pas over 2-3 maanden leverbaar. Dus ik lig hier nu een beetje overhoop met al mijn gewichten. Dan hebben wij natuurlijk een slee neergezet. We hebben inmiddels ook de muur een beetje gebouwd met een deur erin. Die moet, zoals jullie zien, moet die nog worden afgemaakt. Nou, squatrek, hoop zooi. Hier wat losse
powerlift riem, een paar klemmetjes, een stuk of 20, wat losse cable attachments. Uiteraard een halfrek, ook compleet met gewichten natuurlijk, 20, 10, 5, noem maar op, complete set. En hier in de hoek hebben we weer een plate opslagrek, waarbij ik nog extra haakjes moet op gaan hangen. Dat is ongeveer wat er in de tussentijd is gebeurd. Nu gaan we ook nog daarboven een doek ophangen tegen het licht. En daarboven ook even een doek ophangen tegen het licht. En ook mede tegen de hitte in de zomer. Want het wordt hier erg heet. En dat wil ik toch wel, willen we toch wel een beetje minimaliseren. Natuurlijk gaan we ook waaiers ophangen van die ventilatoren. Moeten we ook nog gaan doen. Al met al zijn we lekker bezig. Ik zeg, ik zie jullie bij het volgende shot. We zijn inmiddels weer een week verder en ik heb gigantisch veel gedaan. De gym is nu voor 90% klaar. Hier en daar moet ik nog wat dingetjes doen. Wat ik onder meer heb gedaan is de vloer afgemaakt. Hier, zoals je ziet, liggen wat andere type tegels. En die vloer is af. Die heb ik helemaal doorgetrokken. Een rood cirkeltje in het midden. Natuurlijk het bankje. De roeitrainer, die staan er. De squatrekken, inclusief alle nieuwe schijven, hangen er ook. Dan hebben wij hier een hele stapel lockjaws. Die moet ik nog een beetje ophangen. En evenals de haken en alle andere attachments, alle LED pulleys en noem maar op. Die moet ik er even goed ophangen, want de karabijnhaakjes waren uitverkocht. Dus dit hangt nu allemaal niet zo netjes. Want ik heb liever dat aan ieder stuk materiaal één karabijnhaakje zit. De entree dus, zowel natuurlijk de hygiëne, er moet nog zo'n zeepompje naast. EHBO, afstandsbediening van, hoppakee. De waaiers, die heb ik inmiddels ook opgehangen. Die achtste doen het lekker, ik weet niet wat daar mis mee is. Hallo. Oké, die doen het niet, dat is dus nog een probleem zoals je ziet. Powerlift riemen, even uit hoor, sorry. Powerlift riemen. Het rek wat nog steeds niet compleet is, omdat deze plate holder pins helaas uitverkocht zijn. Uiteraard heb ik een barbell rek. Ik heb ook gelijk alles genummerd. Een EZ bar, een hexagon barretje. 3 standaard Olympische bars en 2 dames barbells. En een Excel bar. En dan hebben we het eigenlijk wel zo'n beetje. Ik heb dus 90% is af. Een ander belangrijk ding wat we hebben gedaan is natuurlijk deze gigantische muur gebouwd. Er moet nog even een slot op de deur. De bokszak moet ik nog ophangen. Kleine, wat ik net zeg, plate holder pins. Eigenlijk allemaal van die kleine dingetjes die ja, even moeten gebeuren. Maar dat zal in de loop van volgende week zal het allemaal gebeurd zijn. En dan hoeven we alleen maar te wachten tot het coronavirus weg is. En dan kunnen we de toko opengooien. Zal ik hem afsluiten? Ik sluit hem gewoon lekker af. Vond je dit een leuke video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan vind je meer van zulke soort video's. En dan kan je natuurlijk ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totalstreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.